Eerste reactie? Nou, ik ben steeds heel goed voor me alleen, dat laat het afweten. Goedemorgen, het is 10:15. We gaan nu naar de sporthal. Want om 11:15 begint de training. Dus eerst 3 kwartier in de warming-up hal en daarna 3 kwartier in de wedstrijdhal. En nu gaan we voor het eerst in de wedstrijdzaal trainen. Wat altijd wel belangrijk is aan zo'n eerste training in de wedstrijdzaal, is dat je kiest op welke trampoline je uiteindelijk je wedstrijd wil doen. Zo, net de eerste training gehad. In de wedstrijdhal en in de warming-up hal. En nu gaan we even lunchen. Komt u maar. Zo, Babette en ik gaan even een rondje hardlopen. Hier in Odense. Buiten. Even lekker buiten. In de frisse lucht. Zullen we? Als je ziet gaan we heel hard. Er is een park nearby. We zijn nu weer in de zaal en Bo en ik gaan zo meteen trainen en dan met name synchroon. Ik kan het niet laten om ook even 1 sprongetje te doen hier. Dit is mijn nieuwe hoverboard, die zijn heel erg in, hè? Elektrisch vervoer over gladde oppervlakken. Thank you.